Hey, Sjoosh. Let op, ik heb weer drie vragen. Die ga jij proberen te vinden in de tekst door te lezen. En daarna dan zet je dit weer verder aan en dan hoor je mij voorlezen en de antwoorden geven. Ja? Kijk, de eerste vraag. Wie zijn de liefste kinderen die moeder kent? Wie zijn de liefste kinderen die moeder kent? En twee, wat denkt de moeder van Bas dat Bas met het geld gedaan heeft? Dus wat heeft Bas met het geld gedaan? En de laatste vraag, wat zou jouw moeder zeggen als je een scheur in je jas hebt? Dus wat zegt jouw moeder dan als je een scheur in je jas hebt? Oké, nou ga jij lezen en de vragen beantwoorden. En daarna ga je pas naar mij luisteren. Oké. Dus time out. En weer aan. De moeder van Bas. Zonder geld en koekjes komt Bas thuis. In de voortuin staat zijn moeder. Waar bleef je zo lang? Vraagt ze. Wat zie je eruit? En waar zijn de koekjes? Die heb ik niet, zegt Bas. Mijn geld is gepikt. Verbaasd kijkt zijn moeder hem aan. Gepikt? Door wie dan? Door de tweeling Smit, zegt Bas. Wat zeg je nou? De tweeling Smit? Ja, ze sloegen en schopten me. En toen pakten ze mijn geld af. Die lieve meisjes, vraagt zijn moeder, hebben die je geld? Bas knikt. Wat een onzin, roept zijn moeder uit. Die schatjes, alsof die ooit zoiets zouden doen. Het zijn de liefste kinderen die ik ken. Ze slaan en schoppen niet, pakken geen geld af. Het zijn geen schatjes, zegt Bas. Het zijn krengen. Kletspraat, zegt zijn moeder. Wat kun jij jokken, zeg? Je hebt zeker patat gekocht van het geld. En toen ben je ergens gaan spelen. Kijk nou eens naar je jek. Alweer een scheur erin. Wat stout van je, Bas. Het is wel waar, zegt Bas. Hou op met liegen, zegt moeder. Verstraft naar je kamer met jou. En het is ook altijd hetzelfde met jou. Nooit doe je wat ik zeg. Altijd denk je alleen maar. Ach, nou, daar heb je ze. Buurvrouw, buurvrouw, kijk eens wie daar zijn. De buurvrouw kijkt op uit de tuin. Kijk, de tweeling Smit. Bas kijkt ook. Ja hoor, daar lopen ze langs zijn tuin. De tweeling Smit. Twee lieve meisjes. Ze hebben blonde haren en blauwe ogen. En ze hebben roze jurkjes aan en strikken in hun haar. Hand in hand lopen ze voorbij. Dag mevrouw, zeggen ze beleefd. Dag lieverd, zegt de moeder van Bas. Wat gaan jullie doen? Een boodschap voor onze moeder. Nou, wat zijn ze leuk, zegt de buurvrouw. En wat zijn ze lief? Even naar ze kijken, even naar ze lachen. Ja, enig, zegt de moeder van Bas. Tja, Bas ziet het ook. Ze lijken lief en leuk, maar Bas weet wel beter. Oké, dus wie zijn de liefste kinderen die je moeder kent? De tweeling Smit, erge Ellie en Narinelli, dat zijn haar schatjes. En dan twee. Wat denkt de moeder dat Bas heeft gedaan met het geld? Ja, wat denk je? Jij hebt zeker patat gekocht van het geld. Dus patat gekocht. Maar dat is niet zo, hè? En dan de laatste vraag. Wat zou jouw moeder zeggen als je een scheur in je jas had? Nou, mijn moeder, Sjoosh, zou wel echt heel boos zijn geweest. Ja, want ze hield niet van scheuren in jassen. Dan moest ze dat weer maken. Maar misschien dat jouw moeder het oké vindt, hè? Want we hebben allemaal een andere moeder. Nou, hey, doei!